van welkom aan onze jarige mevrouw Eiken, die het unieke feit beleeft dat zij vandaag 109 jaar is geworden en zeker voor op die leeftijd gerekend in een blakende toestand. Ook namens u zou ik graag welkom willen heten onze burgemeester, burgemeester Janssen, die hier voor de 10e keer aanwezig is, althans met zijn voorgangers meegerekend. En het lijkt me dus ook dat zoiets in de gemeentelijke begroting wel opgenomen mag worden. Want het is toch elk jaar weer de gewoonte dat de burgemeester mevrouw Eiken feliciteert. Nou, die wordt ik deze dag. Hare Majesteit de Koningin heeft vernomen dat u op 12 november aanstaande de zeer hoge leeftijd van 109 jaar zult bereiken. De koningin heeft mij gevraagd u met deze wel zeer bijzondere gebeurtenis van harte te feliciteren en u een feestelijke dag toe te wensen. Met gevoelens van de meeste hoogachting, S.J. van Riel-Hooikaas, en dat is dan die particuliere secretaresse van de koningin en prins Klaus. Zeer hartelijk mevrouw Eik, dames en heren, dag bestuur. Met bijzonder veel genoegen mag ik u, mede namens het Hoornse gemeentebestuur, feliciteren met uw 109e verjaardag. Ik heb het vandaag een keer allemaal op papier staan, omdat mevrouw Eik het graag meeleest, dus ik hou hem maar aan de tekst zoals die er ligt. Als het niet gebruikelijk is bij een dame, bij dames de leeftijd te vermelden, en al helemaal niet bij een dame van de oude stempel zoals u, wil ik in dit geval toch een uitzondering maken. Bij u vergeleken zijn de andere sprekers, waarbij er zijn die toch ook al de leeftijd der zeer sterke hebben bereikt, nog maar jonge broekjes. Toen deze ter wereld kwamen, was u immers al een struise West-Friese deerne in de lente van uw leven. Sindsdien zijn er natuurlijk wel wat rimpeltjes bijgekomen, maar u ziet er nog patent uit. De glans van uw hoge leeftijd straalt ook een beetje af op de gemeente Hoorn, want in een stad, en dat is hetzelfde als in een tehuis, in een stad waar je zo oud kunt worden, moet het wel goed toe zijn. En u bent een geboren Hoornixe. Volgens uw geboorteakte aanschouwt u het levenslicht op vrijdag 12 november 1805. Mevrouw Eiken, u bent nu de oudste inwoonster van het Diurnenhuis, van de stad Hoorn en van de provincie Noord-Holland. Bovendien bent u op één na de oudste van Nederland. Als gezegd, er is er nog eentje die een beetje ouder is dan u. Mevrouw van Asselt, haar naam mag ook al genoemd worden. Mevrouw van Asselt, die over 4 dagen jarig is en dan wordt ze 110. 4 dagen lang kunt u dus het genoegen smaken om een jarige gemeente even oud te zijn als zij. Ik wens u een heel plezierige verjaardag. Ja, ga maar. Geachte mevrouw Eiken, dames en heren. Als voorzitter van de personeelsvereniging bied ik u namens het gehele personeel onze hartelijke gelukwensen aan met het behalen van uw 109e verjaardag. Het is alweer de 10e keer dat we met z'n allen deze buitengewone verjaardag vieren. Een tijdje geleden stond er in een weekblad dat 100 jaar geleden de spoorlijn Amsterdam-Hoorn werd geopend. Toen was u 9 jaar. En dat vervoer ging toen met een stoomtrein. En toen kwam ik pas op het besef en ik dacht, we moeten als lieve mens toch veel revolutionaire periodes meegemaakt hebben in haar lange leven. En waar de meeste mensen niet of nauwelijks aan toekomen. Want er is in geen vel of weging meer een onderdeeltje of onderdeel van zo'n ouderwetse degelijke trein meer te vinden. Maar mevrouw Eiken tuft nog steeds mooi door over het levensspoor. En heeft nog contact met het leven om haar heen. Mevrouw Eiken, ik mag u namens de keuken ook iets aanbieden.
dat het wel een moeilijke keuze was om iets te bedenken. Maar we weten wel dat mevrouw Eijder een hele grote snoepert is. En daar de kamer van mevrouw Eijder zo langzamerhand iets te vol raakt met alle schilderijtjes en spulletjes van voorgaande verjaardagen. Dus hadden we gedacht om dit keer maar weer terug te keren naar een traditionele taart. Want bij een verjaardag wordt tenslotte een feestelijke taart met een kroon van bonbons die zelf zijn bereid in onze eigen keuken. Mevrouw Eijder, ik wou het hier verlaten en we hopen allen dat we volgend jaar deze unieke dag samen met u weer mogen vieren. Mevrouw Eiken een serenade te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens mevrouw Eiken spreek als ik u zeer erkentelijk ben voor het bijdragen aan de feestvreugde die wij vandaag mogen beleven. En mevrouw Eiken stelt een bijzondere prijs om aan het Hoornharmonieorkest een enveloppe met inhoud te overhandigen. U mag drie keer naar de inhoud raden, maar ik denk beslist u naar de eerste keer goed raad. Meneer de Vries, namens mevrouw Eiken, familie, bewoners en personeel van het Jornhuis, heel hartelijk bedankt voor de komst. En dat we nog een kwartiertje gezellig even van de muzikale noten mogen genieten. En bij voorbaat hopelijk tot spoedig ziens.